Filip, waar gaat het mis vandaag? Dat lijkt me duidelijk, met vrije trappen en corners. Dat zijn net van die dingen waar je van tevoren op traint, of in ieder geval waar je van tevoren in de analyse helderheid over hebt, wie waar staat. Ja, wie waar staat, wie moet dekken, dat weten ze van tevoren. Je weet ook dat dat een van de kwaliteiten van NAC is. Nou, dan moet je ten eerste al uit gaan kijken met onnodig veel en domme overtredingen weggeven rondom de 16 meter. En de tweede is dat je heel scherp moet zijn in het dekken en elkaar helpen in de situaties voor de goal. Je voelt al in de wedstrijd dat dat de momenten zijn waar NAC eventueel terug in de wedstrijd kan komen of een goal maken. Het veldspel hebben we onder controle. We geven in het spel bijna geen enkele kans aan de tegenstander. Ja, dan moet er ook iets bij jezelf bovenkomen van over mijn lijkgevoel van vandaag gaat er geen bal in. Nou, dus, en als er dan twee keer gebeurt aan de corner en ook Poupon nog een kans kreeg, dan staan wij gewoon niet goed te verdedigen. En kost je dat heel simpel gezegd vandaag de wedstrijd. Dat over die leidmentaliteit, dat haalde je vorige keer in Kerkrade geloof ik aan. Misschien ook wel daarvoor in Groningen. Waarom is het lastig voor jullie om dit soort wedstrijden over de streep te trekken? Nou, omdat het is soms is het dat je de tweede helft moeite hebt, omdat je vermoeid raakt en dat je je taak niet 100% uitvoert. Nou, nu is de bereidheid in dat opzicht heel goed, de omschakeling. Iedereen die knokt, vecht voor elkaar, voert zijn taken uit. Ja, nu komt er iets bij. Nou, een standaard situatie is ook een belangrijk onderdeel van een wedstrijd. En daar hebben we vandaag verzaakt. En dat is gewoon heel duur puntenverlies. Op de ranglijst stond alles dicht bij elkaar en nu hebben we de slag een beetje gemist. En we hadden een goede stap kunnen zetten en dat hebben we nagelaten. Dat is pijnlijk. Ja, dat is zeker pijnlijk. Kun je ploeg ook verwijten dat ze zelf niet doordrukte aan de voorkant? Nou, die mogelijkheden hebben we gehad. Ik denk dat we ook heel terecht op voorsprong kwamen. We speelden gewoon de eerste helft een hele goede wedstrijd. Wedstrijd helemaal in de handen. Maakte een goede goal. En na rust ook hebben we de kansen gehad. En de mogelijkheden die we niet altijd helemaal goed uitspeelden om 2-0 te maken. En dat is heel simpel gezegd. Als je 2-0 maakt, denk ik dat de wedstrijd over is. Dan was het geloven bij NAC niet meer geweest. Ja, nu met 1-0 blijf je toch in de wedstrijd. En nu zie je na de 1-1 vind ik dat we daarna ons niveau niet meer gehaald hebben. Baart het je al met al zorgen? Nou, ik baar me wel zorgen waar we nu staan op de ranglijst. Natuurlijk hebben wij een jonge ploeg en zijn we een bepaalde richting op gegaan. Maar als je kijkt hoe we spelen, wat voor voetbal we spelen, ja, dan horen we niet te staan waar we nu staan. Maar het moet dus resultaat gehaald worden. En daar zijn we tot nu toe niet toe in staat, ook niet naar een goede wedstrijd in de Europa League, om daar een vervolg aan te geven. Hoe krijg je dat wel op de rails? Is dat trainbaar of moet je veel praten? Nee, we moeten sowieso veel praten, maar dat doen we altijd. Terugkomen op de wedstrijden. Ik denk dat het programma in december wel er iets anders uitziet dan het programma wat we tot nu toe hebben gehad. Nou, wellicht dat misschien net 15% of 20% scheelt, waardoor we wel de resultaten kunnen gaan halen. Je bent ze nu een dag of 10 kwijt, althans een groot deel. Dat is wel een nadeel dan. Ja. Misschien in dit opzicht is het nog een voordeel, omdat de spelers dan even weggaan. Ergens anders zijn dan op de hertgang. Zal ik maar zeggen dat je even je hoofd ergens anders bij hebt. Met nationale ploeg of Jong Oranje. En er zitten 1,5-2 weken tussen en dan kom je terug. En dan kan je weer toch wel je fris je blik op PSV richten. Dus misschien is het nu wel een voordeel dat ze even uitwaaien.